Archeologe Maya Donossi maakte de reconstructie. Je bent er heel lang mee bezig en je probeert heel erg je best te doen om het allemaal zo goed mogelijk te krijgen. Nee, maar als ik me er echt aan zou gaan hechten, dan zou het toch een drama worden, denk ik hoor. Dat hij dan weer de deur uit moet en zo. En dan denk ik zoiets van, oh nee, daar gaat Geert. Er zijn eerder pogingen geweest om Geert Grote een gezicht te geven. Ja, er zijn meer kunstenaars geweest, ook Deventer kunstenaars. Die hebben eigen fantasie gemaakt op basis van hoe zij dachten dat in de middeleeuwen, vroege middeleeuwen, iemand eruit zag. En dat heeft ook geleid tot een medaillon van Ella Venbroek, maar ook tot een buste van Hans Kuzel. Iedereen heeft zo zijn fantasie de vrije loop laten gaan. Het is wel de eerste keer dat het wetenschappelijk wordt benaderd. Iedereen weet hoe een mensengezicht eruit ziet. En om dat echt goed te krijgen, daar gaat best wel veel werk in zitten. Ja, het zijn toch allemaal processen waar je wel je gedachten bij moet houden. Je moet concentreren ook, hè, en zorgen dat het allemaal menselijk en realistisch blijft. Medewerkers van het Geert Grote Museum mogen als eerste het resultaat bewonderen. Nee. Spannend, hè? Dat is Geert. Ja, nee, dit is het. Het is wel heel echt trouwens. Ja, prachtig. Ja, heel mooi. Ja, kijk, ik heb mijn best gedaan. Ja, heel mooi. Ja. Maar hadden jullie een ander soort hoofd verwacht? Ja, kijk als je nou dat beeld ziet. Oh, meer zoiets. Ja. Ik had dus gedacht, van, nee, het wordt inderdaad een, toch een beetje een grote... Een hele grote man. Weliswaar een klein mannetje, maar dan toch een groot hoofd oh, of zo. Ja. Dat had ik verwacht. Ja. En de neus valt nu al mee. En nu valt de neus toch wel weer mee ook. Ja. Omdat de rest allemaal erbij is gekomen. Ja. Nou kijk, je ziet hier deze twee bobbels op zijn voorhoofd. Die zijn ook in de schedel te zien. Dat zijn dus eigenlijk zijn dat vrouwelijke kenmerken. Want schedels kan je onderzoeken op vrouwen of mannen. En deze bobbels gelden eigenlijk als vrouwelijke kenmerken. Dus wat dat betreft, en sowieso de stijlte van het voorhoofd geldt ook als een kenmerk. En eigenlijk hoe verticaler, hoe vrouwelijker. Dus dit gedeelte is erg vrouwelijk, dus dat zie je wel. Maar hoe weet je nou zeker dat het Geert Grote is, die schedel? En niet van een vrouwelijke religieuze die hier gewoond heeft? Ja, nou, iemand heeft dat uitgezocht. Dat was Anne Geurts, volgens mij. Dus ik vertrouw op hem. Heel mooi, hoor. Ja. Dank je. Maar hij straalt ook wel iets leuks uit. Iets, ja? Ja, ik bedoel, niet heel sympathiek of zo. Omdat hij die lippen iets... Ja. Nou, ik heb geprobeerd hem neutraal te houden. Ja. Maar ja, maar je zei wel dat het best wel een strenge man kon zijn. Ook voor zijn omgeving. Van schedel tot gezicht is een ingewikkeld en lang traject. Aan de hand van formules kun je bijvoorbeeld de breedte van de neus berekenen en de vorm van de mond. Dan komt het echte boetseerwerk en kijken. Heel veel kijken. Schilderen en het haarwerk maken het af. Het blijft altijd een benadering. Het wordt nooit een portret. Want een gezicht is zo erg gedetailleerd en divers. En er zitten zoveel kleine dingetjes op. Dat kan je allemaal niet uit de schedel halen. Dus dit is globaal eigenlijk. Een benadering, ongeveer. Mm-hmm. En wat vind je zelf van het eindresultaat? Nou, ik vind hem erg leuk. Nee, ik heb echt zoiets van, nou, dat is... Ik ben er tevreden over, hoor. Het is een karakterkop, dat is het.